Peter is op vakantie, Daniel is op vakantie en dat zorgt er eigenlijk voor dat geen SKU een beetje leeg staat. Maar dat wil niet zeggen dat we geen Challenge Accepted gaan doen. Want Akeo en ik zijn hier nog, dus Akeo en ik gaan het tegen elkaar opnemen met een wel zeer simpele challenge. En dat is Mount Your Friends. Het is heel simpel, probeer zo hoog mogelijk te komen. Je ledematen worden bestuurd door de knoppen. We gaan kijken wie de hoogste motherfucker is in Mount Your Friends. Woe! Poging nummer 2, let's go. Oh, wauw, dat die groene ogerskin met dat rode broekje, okay, love it. X nu los, en dan... Zullen we het... Ik vind het een mooie houding. Oh, woe! dit is de... Karate Kid. Ja. De Karate Kid? De Karate Kid. Oh, shit. De enige echte. Dat lijkt maar weer, ja. De OG. Ja, jij hebt hem in reet. Stop hem in zijn reet. Ja. Ik stop hem in jouw reet, jongen. Oké. Hoppatee. Ik zal straks wel een mooie pose voor je doen om wat te kunnen maken. Wacht maar. Oké, wacht. Als ik nou mijn been hier even in je nek zet. Ja. Sorry. Ik krijg nek. Sorry. Oh, en dan. Oh, laat me even op je ogen staan. En dan nee. Ja. En dan. Oh ja. Pak hem, jongen. Nou, pak hem. Nu zit je vast. Nu zit je echt vast. Ja, nu ben je. Kijk, je hebt gelijk een bonen. Not safe for work. Maar, dit is heel erg not safe for work. En toch ben ik zo blij dat we onze gezichten erop hebben gezet. Het geeft toch wel wat extra's, hè? Ja. Oké, Alos. Het brengt een beetje... Nee! Het brengt onze persoonlijkheid naar voren. Leer klimmen! Leer klimmen! X los, B los, I los. Slinger hem gewoon omhoog. En A en X en B los. Kreunde nou een van die gasten? Ja, ik kreunde. Dat blijkt. En een I los. Oh ja. Yeah. Dude, dat kan. Sinds wanneer heb je dat rode broekje ingesteld? Dat past zo goed bij je. Ja, hè? Williams Vittito, of hoe je weet. Nee, wacht. Ik moet hem zo goed dat jij echt wel in mijn... 30 seconden, hè? Mind you. Ja, ja. Oké, 20 zelfs alweer. Zo, nu kan je me goed insteken, hè? I'm on my way. Not safe for work aflevering, maar dat maakt... Ja. On my way to steal your girl. Oh yeah. Oh woo! Yeah. Oh, jij hebt het echt onder de knie, hoor. Ja, soms krijg ik het een beetje te pakken. Echt? Oh yeah. Oh. Nee, wacht. Als ik nou even mijn hand hierop zet. Als je mijn hand moet daar. Leggen, hè? Ja, echt hè. Oh, dat zou mijn vriendin fijn vinden dus. Zo. Okay. Imagine the possibility. Ik hou echt vast aan je butt, jongen. Oh yeah. Ja, dit is een mooie houding. Dit is een mooie houding. Oké, en stop. Je hebt wel veel kracht nog. Ja, maar waarom deed je niet verder omhoog? Ik moet dat lopen hier wel even onder de knie gaan Dat krijgen. Lopen is het lastigste, maar als jij aan het klimmen bent, gaat het allemaal wel. Oh, nee. Oh, of niet. Hey. X. Oh. Oh, wacht. Als je dat doet, dan ga je ook echt slingeren. Hey, ja, als je een beetje momentum pakt, dan... Physics, man. Er zitten lijpe physics in dit spel. Er is jarenlang research op gedaan. Oh, wacht. Ik doe de hated B. Ik ben nu de switch gewend. En dan... Zo'n zwak excuus, hè? Nee, ik speel op Nintendo, dus dit klopt niet. Nee, maar de A en B knopjes zijn precies omgekeerd. En de X en de I ook. Ja, oké. Okay, dus okay. De A zit op de plek van de B. Dus ik klik nu B in plaats van A en A in plaats van B. Goeie smoes, maar het is wel hele goede smoes. Nintendo verandert die shit. Ja, of Xbox, PlayStation, elke partij ooit veranderd die shit. Maar daarna heb je ook weer GameCube en dan waren die knopjes weer anders. Ja, maar die waren heel raar. GameCube-controller trouwens wel best controller. Dat klimt veel sneller, man. Ja, en ik probeer ook een beetje een soort gracious houding erin te gooien. Oh, ja. Met stijl. Als mijn been is een beetje... ik zweet. Ik denk dat je A los moet gaan laten. Nee. Dit is mooi, Ik vind het een goede houding. Draw me like one of your French girls. Oh yeah. En wat kwam er in je op toen je dacht, ik wil sterren voor tepels? Was daar de achterliggende gedachte van? Het hoeft niet per se volledig safe voor. Het moet wel een beetje vriendelijk blijven. Zegt hij terwijl hij echt gewoon een hand, een zwans vastpakt. Fully physics zwans. Oh wacht, ik doe dat elke keer. Je komt erin. Ja. Nu je lijkt trouwens wel een beetje op Blanca met die kleuren en het rood. Blanca? Van Street Fighter. Woe! Nu doe ik wel echt een skatehouding dat ik in de lucht zit en zijn bord zo helemaal onderste. Skate 3 Extreme Sports! Skate 3 confirmed. Skate 3 is... Oh man, ik heb zoveel zin. Die aflevering Skate is ook nog steeds een van de beste Challenge Accepted. Als met je de half meet. Met de half meet challenge was leuk. Oké, wacht. Als ik nou je hoofd meteen vast kan pakken. Nee, kom op. Dan moet ik mezelf vastpakken. Ja. Oké, en... Allihoop. Jij wel echt... Oh, nee! Nee! Oh! Nee! Terug! Oh, nog 37 seconden. Dit gaat hem lukken. Als ik mezelf uit het klutje krijg. In de knoop, man. Oh, zo waar ook. Ik in het echt. Oh, you fucked up, bro. Oh, nee. Oh, van mijn appelboom.
Okay. Snel, je kan het, man. Ik kan dit nog. Je bent een acrobaat, man. Ik ben een acrobaat. Let your inner monkey free. Oh, nee, je redt het. Ik ga het redden. Oh, het is zo hoog. Oh, ja. Oh my god, nice. Ik heb dit. I'm on top of the world, bitch. Dat heb je. Holy shit. Goeie save. Goeie zweet. Save. Trouwens, daarover gesproken. Hoe is dit nog geen e-sport? Dit zou de vetste e-sport ooit zijn. Ik zweer. Oh my god, ik zou hier dag en nacht gaan kijken. Sommigen zouden echt boos zijn hierin, jongen. Ja, man. Weet je, dat ze echt helemaal de physics in gaan calculeren, ja. Min-maxen en zo. Ja. Nee, ik moet nou niet zijn arm pakken, want... Oh, lekker, zet hem even op jezelf. Ja. Nee! Het is goed dat jouw kleine teen daar even vastgreep aan je pik. Ja, die sterren... Zo! Trickshots. En nu P los. Ja, en nu A los. Dat gekreun, ik hoor dat nu pas wat is. Ik heb wel echt een lekkere kreun. Dit is een heerlijke kreun. Love it. Woe! Oké, wacht. Nu B los. En dan... Oh. Wat een mooie houding ook. Ja, dit is echt een hele mooie houding. Oké, ik verneuk dit nu al. Come on. Ik kijk, beneden... mijn eerste houding heeft wel echt een dab. Ja, een beetje wel. Een ballerina dab. Oh nee, come on. Nee, Tom, je doet het net zo goed. Oh my god. Het verbaast me wel dat ik echt op het staartje van die geit kan staan. Ja, oh god. Physics. Physics, joh. Heet je nou Simon... Simon Goethe. Ja, niet... Is het elke keer random of echt... Volgens mij zijn het wel randomized namen. Maar ik geloof dat je die ook in kan stellen. God, dat is de foute knop, Tom. Ik geloof dat je die ook in kan stellen. Oké, dan maar mijn B. Ik vind het ook zo het mooi X. Dat echt je dik zit gewoon... Mag ik dat zeggen? Je mag je dik zeggen. Ja. Het is gamers net, achteral. Ja, het is nu deze... Het is deze game. Dit was sowieso een mod save voor. Dat hij gewoon lekker aan het draaien is. Okay. Nee! Oh, fucked up, bro. 5 seconden, man. Come on. Nee. Oh, je kan het, Tom. Slinger. Slinger. God damn it. Alleen maar omdat ik Dark Souls speel. Je speelt Dark Souls, dat is niet eerlijk. Ja, weet je. Ik speel Dark Souls, dat is nooit eerlijk. Dan ben je altijd beter in games. Echt. Oh, tuurlijk. Fuck dit. Ik heb wel een mooie pose aan het einde. Ja, yeah, I know. Gracious. Oké, dus dat was... Heel jammer om te zien. Ik hoop dat de video alsnog vermakelijk was. Maar het is niet eerlijk verder of zo. Vooral ook met die zwakke smoesjes van Arkeo. Van, oh, ik speel op een Nintendo Switch. Anyway, Arkeo heeft gewonnen. Ook al verdient hij het 0. Maakt niet uit. Dat was voor Challenge Accepted deze week. Heb je zelf ook een leuke challenge waarmee we verder kunnen gaan als er straks misschien ook weer meer mensen zijn? Laat het ons weten. En dan gaan wij volgende week misschien hier wel jouw opdracht uitlopen vechten tegen elkaar. En misschien is die aflevering iets meer safe for work. Maar dat ligt helemaal aan jullie input. Dus laat weten wat je ervan vond. Ik was Tom, de verliezer van dit... brakke potje Mount Your Friends. Anyway, ik hoop dat je het leuk vond. Als je op YouTube kijkt, laat het even een like achter. En abonneer, dat is leuk. En als je op Gamerset kijkt, helemaal top. Laat iets weten. En tot snel. Fuck dit spel. Echt serieus. What the fuck. Niet eerlijk ook gewoon.